Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door J&J Woninginrichting, uw specialist. Ik loop vandaag de Herenstraat helemaal met Robert Prubbel, fractievoorzitter van de Stadspartij. Nou is Karin Dekker mijn all-time favorite. Karin is mijn favoriete wethouder. Karin is eigenlijk mijn favoriete politica. En je is favoriete dat... vrouw ook? Ook dat, ja. Ook dat. Ja, ook dat. Hey, maar Karin, ja. Maar is dat een probleem in dit interview, denk jij? Nou, Karin heeft zoveel problemen, dat kan ze dit interview nog voorbij hebben. Echt waar? Ja, nee. Ja, want ik merk altijd aan jou dat dat... Ja, jij bent geen fan. Nee, dat ben ik niet. Al is ze een goede wethouder van financiën. Maar je ziet nu dat het werken bij de handen afbrokkelt. Ja, meen je dat? Ja. Hoezo ja. dan? Ze heeft te veel hooi op de vork genomen. Ze heeft en een forum, en een tram, en een zuidelijke ringweg. Oh, ja? Dat is ook waar. En dan hebben we al die gesubsidieerde banen in de stad, die ook allemaal dreigen te verdwijnen. En ze heeft gewoon geen ruimte meer op haar begroting om de tegenvallers op te pakken. Maar wat is dan de oplossing, Robert? Nou, om te beginnen dus stoppen met hele luxe, rare plannen die gemaakt zijn toen er te veel geld was. Ja, hè? Ja. Groningen lijkt een beetje op een gezin dat toen er evenveel geld was een hele dure auto kocht. Wat er nu achter komt, dat ze het onderhoud niet kunnen betalen. We hebben bijvoorbeeld conciërges nodig voor de scholen. Ja. Daar is geen geld voor. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat door Karin Dekker, door Karins visie op de, ik noem even een twee dwarsstraat om het kruif te spreken, het forum en ook, dat vind ik ook wel mooi trouwens, het forum en de tram, dat jullie daar eigenlijk de kiezers aan te danken hebben gehad. Hè? Want de Stadspartij was valikant tegen die twee. En wat blijkt, heel veel Groningers zijn dat ook. Ja, nou, ik moet zeggen, ik had liever minder zetels voor de Stadspartij en een wat gezonder beleid voor echt de gemeente. Waar? Echt ja, natuurlijk. Het gaat niet om het stadhuis, het gaat om de stad als geheel. We hebben bijvoorbeeld buurtconciërges, daar is straks geen geld meer voor. Nee. Dat is erg, hè, Rob? Dat is erg. Een buurtconciërges zijn hartstikke belangrijk. Ja, die zijn belangrijk. De buurtconciërges zijn eigenlijk belangrijker dan het forum. Ja, natuurlijk. Dat is een gebouw, daar gaan mensen een keertje naar kijken en dan hebben ze het wel gezien. Want wat er in dat gebouw moet gaan gebeuren, dat weet eigenlijk nog steeds niet. Want na 10 jaar zijn ze nog steeds plannetjes aan het maken en ze zijn er nog steeds niet uit. Nou, maar dan moet je er op een gegeven moment ook zeggen van, jongens, het is niet gelukt, we stoppen ermee. Jij hebt wel eens gezegd van, al dat geld wat er gestoken wordt in dat forum, dat zou eigenlijk besteed moeten worden aan culturele instellingen. Ja, die krijgen dat ook heel erg moeilijk. Want dat forum dat moet 2,5 miljoen per jaar aan subsidie krijgen. Eigenlijk is dat helemaal niet zoveel, 2,5 miljoen. Jawel, we hebben al geen geld meer voor die jonge onderzoekers. En die hebben veel minder nodig. Daar is geen geld meer voor. Mm-hmm. Hoe moeten we dan 2,5 miljoen vinden voor dat forum? Ja? Dat gaat dus betekenen dat het Grand Theater dicht gaat. Het eerste slachtoffer van het forum is al gevallen, dat was het Natuurmuseum. Ja, maar nou zijn wij allebei twee jongens van de Big City, hè? Ja. Jij bent geboren en getogen, jij bent iets jonger dan ik. Ja. En wij hebben toch eigenlijk allebei dezelfde visie over de grote stad. Vind jij dan, als je mee wil groeien naar stad, dat je zo'n forum moet laten zakken? Jongen, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. We moeten al die kleine dingen ook kunnen doen. En als er dan geld over is, ja, ga dan eens een keer wat geks doen. Maar zorg dan gewoon dat je het fundament van de stad houdt. Ja. En het fundament, dat zijn al die sociale banen, dat zijn de jonge onderzoekers, dat zijn gewoon de kunstenaars die hun opdrachten nodig hebben. En het zit hem niet in een heel groot duur gebouw, het zit hem in goede ideeën en mensen die hun werk doen. Een gebouw neerzetten, daar red je het niet mee. Dat zijn alleen maar stenen. We moeten geld besteden aan mensen en niet aan stenen. Maar al die dingen die jij noemt zijn van grote importantie. Maar daarnaast moeten wij als stad zijnde toch meedoen. Wat, dat doen we toch ook? Ik bedoel, wij doen mee, maar wat... Kijk eens naar onze popfestivals. Die zijn heel goed bezocht. Ja, kijk eens naar ons Groningen Museum. Ja. Wordt heel goed bezocht. Praat heel Nederland over. Ja, maar dat is wel een fan geweest, hè, van Kees van Twist. Ja, ik ben wel een fan. En nu je toch over al dat geld hebt, hoe is dat op jou overgekomen? Nu weer met die 1,1 miljoen? Er is opeens extra geld nodig en dat moet Kees van Twist maar eens goed uitleggen. Maar
daar ben ik, geef ik nog geen oordeel over, maar hij moet het eerst maar eens een keer zich verdedigen. Maar het klopt natuurlijk niet dat er nu opeens zo'n gat in de begroting boven water komt. Maar we moeten wel bedenken dat Groningen Museum is een toonaangevend museum in Nederland. Ja. Eindhoven is dat niet gelukt. Ja? Maastricht is dat ook niet gelukt. En die gebouwen die zijn veel duurder, die musea die zijn veel duurder. En we hebben in Groningen echt hebben we de hoofdprijs in de loterij met het Groningen Museum. Nou heeft de SP altijd de naam gehad, vooral in het begin, hè, van er is overal tegen. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen de SP, want de Stadspartij is ook vaak tegen. Wat is het verschil tussen de SP en de Stadspartij? Nou, toen een tijdje geleden mensen, een ondernemer uit de Volkingestraat bij de SP langs ging ja. met problemen. Toen zeiden ze bij de SP, ja maar wij zijn er niet voor ondernemers. Kijk, de SP die is eigenlijk voornamelijk bezig met uitkeringen. De stadspartij is echt heel erg bezig met ondernemers in de stad. Ja. Ja, dus? Die mensen moeten hun brood verdienen. En de SP is alleen maar goed met geld uitgeven. Nou, wij willen ook dat mensen in de stad hun geld kunnen verdienen. Mm-hmm. Dat is een groot verschil. Bovendien, we zijn geen linkse partij. We zijn ook geen rechtse partij. We zijn echt een partij voor alle stadjes. Hey, er is nog iets, vind ik wel mooi trouwens. De stadspartij is niet echt tegen die kabelbanen, hè? Helemaal niet. Nee. We zijn voor. Oh ja? Ja, natuurlijk. Moet je je voorstellen, als die kabelbaan er is, dan zal iedereen die in Groningen is geweest, als je uit Roermond komt of uit Zeeland, maakt niet uit. Iedereen zal zijn je vragen, ben je in Groningen geweest, heb je ook in die kabelbaan gezeten? Want dan zijn we de enige stad met een kabelbaan. Ja, ja, ja. En dat is bij de tram niet zo. Ach, de trams zijn er genoeg. Bovendien moet je je voorstellen, die tram die gaat dan van het station naar het Zernike. Ja, ja. Dat betekent dat jongelui die nu op de fiets gaan naar college, die gaan dan met de tram. En de files buiten de stad blijven gewoon staan. Dus er verandert eigenlijk niks. Weggegooid geld. Ja. Dan hebben we voor heel veel geld gezonde jongelui van de fiets in de tram gekregen. Uh-huh. Ja. Bovendien is die tram te groot voor de binnenstad. Als jij nou zo met mij door de Herenstraat loopt, eigenlijk is het toch wel een beetje een wens die in vervulling gaat. Ja, dit is wel een wens, ik heb heel vaak gedacht, wanneer vraagt Piet me nou eens? Ja. Dan kijk je om je heen, je ziet de gevels, maar jij bent een gevelgek. Ja, ik kijk altijd omhoog. Ja, er zitten een hele mooie oude geveltjes tussen. Ja, heel mooi, heel mooi. Ah, vroeger was dit ook een chique straat om hier te wonen. Hier woonden echte heren. Maar de tijd staat niet stil. En nogmaals, ik kom daarop terug. Want eigenlijk ben ik niet helemaal tevreden met het antwoord. Als ik naar de visie kijk van Karin, maar niet alleen naar de visie van Karin, maar ook naar de visie van Frank de Vries. Partij van de Arbeid is ook een beetje wisselend daarin. Hè? De Arjen de Rooij heeft dan weer gezegd van ja, misschien moeten we toch geen dubbele, maar misschien wel weer een enkele tram. Het is allemaal wat onduidelijk. Ik denk dat Arjen de Rooij daar een stuk verstandiger in is dan Karin. Ja, Arjen die weet tenminste hoe ver hij kan springen met zijn geld. Vind jij wel? Ja. En Karin heeft dat nog steeds niet door. Maar als je ook kijkt naar de mensen zo, die hier om ons heen lopen, zo, ik kom ogen tekort. Dan denk ik van, omdat als stad, om ons nog meer te profileren dan nu, dan moeten wij gewoon op bepaalde manier risico's nemen, Robert. En daar hoort zo'n forum bij. Nou, zullen we er ook nog zo naar kijken. Als je het geld niet hebt, kun je het risico ook niet lopen. Dat is één ding. Want we hebben het geld gewoon niet voor zoiets. Twee, het is natuurlijk een verschrikkelijk lelijk groot geel ding, vlakbij onze mooie Martini-toren. Kijk nou eens naar deze straat, wat hier al bedorven is met een paar lelijke panden ertussen. Terwijl er ook hele mooie nog zijn. Maar dat was toch bij het museum ook, daar had je toch ook heel veel mee zeggen, wat moeten we met zo'n gebouw, terwijl nou iedereen laaiend is. Iedereen is laaiend, is laaiend. Klopt, maar ik denk niet dat, enthousiast. Dat het forum nou zo mooi zal worden. Bovendien vragen mensen in de stad, bijna iedereen is tegen. Het is maar een heel klein groepje dat er dol enthousiast over is. Klein groepje. Vandaar ook heel veel mensen die er fors aan verdienen. Want we hebben daar al miljoenen aan uitgegeven, terwijl het er nog niet eens staat. Heb ik op deze gele schoen, in verband met weer nog iets laten liggen. En dat is? Nou ja, de vraag aan jou. Weet je dat er geen hondenpoep meer ligt in deze straat? Ja! En dat was vroeger wel zo. Hoe komt dat? Nou, we hebben in Groningen tegenwoordig een heel streng beleid over honden. En ik denk dat dat wel een succes is, want het zorgt ervoor dat je dus echt die kinderen straks rustig kunt laten spelen zonder dat ze met poep aan de handen terugkomen. Is dat niet het succes van Jannie Visser? Dat is een succes. Is een goede wethouder, Jannie Visser. Een hele goede wethouder. Ja. Maar Karin ook. Kom op. Ja, Karin is een goede wethouder. In de camera. Karin Dekker is een goede wethouder. Een hele goede. Financiën. Topper. Maar ze heeft er nu echt lang genoeg gezeten. Ja. En ze moeten stoppen met dat forum van haar. En ze is nog oké ook. Ik ga jou de hand geven. Jij moet kiezen in de camera. In de kiezen. Even nadenken wie, hoor. Wie zal ik doen? Wie zal ik doen? Tell us, please. Frank de Vries of Kees van Twist? Nou, die mogen allebei bij me komen eten. Ja. Nee, daar kies ik niet tussen. Nee, jij moet kiezen. Goede mensen. Nee, dat werkt niet. Oh. Jij moet kiezen.
de man in de straat kiest voor, maar jij kiest? Ik kies Frank de Vries. Frank de Vries, oké. Die kant op, Robert Prummel, jongens van de Stadspartij. De man is in ieder geval, en dat is niet onbelangrijk, eerder.